Ja, dat maakt je leeg, maakt je stuk. Ik bedoel, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Ja. Amber en Jasmin zijn 2 en 6 jaar oud als zij in augustus 2003 een paar weken met hun vader naar zijn geboorteland Egypte gaan. Hun moeder Jeannette wacht in Nederland tot ze weer thuis zijn. Maar de meisjes komen niet terug. Vader Galit besluit ze in Egypte te houden en Jeannette kan er niets tegen doen. Hij belde me 's nachts op van zondag op maandag en met de mededelingen: ik kom niet meer terug met de meiden. Je weet niet wat je hoort. Ik bedoel, je gelooft het ook niet. Het is net of je droomt. Je bent net wakker. Dus ja. Heb je geprobeerd om ze terug te halen? Ja, ik heb menig dingen geprobeerd. Ja. Rechtszaken daar allemaal gewonnen. Eigenlijk mag ik ze daar verzorgen in Egypte. Maar ja, dat laat hij niet toe. Want dat moet dan de man goedkeuren. En nou ja, dat doet hij natuurlijk niet. Want ja, hij is veel te bang dat ik ze dan weer meeneem. Jeannette blijft met haar zoon Eslem achter in Zandvoort. Zij ziet en spreekt haar dochters nauwelijks. Maar er zijn ook momenten dat ze wel contact hebben. En Jeannette bezoekt de meisjes zelfs een paar keer. Maar het lukt haar niet om ze mee te nemen. En dan zat de hele familie erbij, gingen de deuren op slot. En sleutels werden om hun nekken gehangen. En heel, heel goed de controle dat ik niet het pand verliet met de kinderen. Ja, en zo, zo moest je dan een dagje of een paar uurtjes doorbrengen met je kinderen. Uiteindelijk gaan er weer jaren voorbij zonder contact. Maar dan biedt Facebook uitkomst. Heel goed contact gehad. Oh, mama, I missed you, want ze spreken Engels. En ik wil je zien en ik wil dat je komt hier. Nou, dus in november ben ik dus ook inderdaad geweest op de Bonneval. Ik denk, ik ga het gewoon proberen. En nou, ik ben 3 keer door de straat heen gelopen en opeens word ik geroepen van bovenaf. Stonden mijn meiden op een bokhorn te zwaaien. Ja. Ja, dat was fantastisch. Ja, eindelijk na zo'n lange tijd weer. Ja. Omhelzen, vasthouden, ja, ze konden elkaar niet loslaten eigenlijk. Nee, het was fantastisch. Na een paar weken waarin zij haar dochters regelmatig ziet, gaat Jeannette weer naar huis. En daar gebeurt een paar maanden later iets dat Jeannette eigenlijk niet meer voor mogelijk hield. Nou ja, ik werd opgebeld op een donderdag en mijn oudste dochter was aan de telefoon van: mam, ik ben in Nederland. En je moet me helpen en mijn vader zit vast. Ja, want hij is bekend bij Interpol. Ja. Ja. Jij hebt ooit aangifte gedaan. Klopt. En je wist, als hij Egypte uitgaat, dan kan hij worden opgepakt. Ja. Kijk, ze zei eerst van: mam, ik ben in Nederland. Nou, dan weet je niet waar je het zoeken moet natuurlijk. Maar de meiden willen, gek genoeg, hun moeder niet zien. Weer die wanhoop en denken van: ja, wat is er aan de hand? Hoezo? Weet je, we hebben het zo leuk gehad een paar maanden daarvoor. En ik denk van: hoe kan dat in godsnaam? Jeannette probeert via kinderbescherming en de rechter een ontmoeting af te dwingen, maar stuit overal op onbegrip. Instanties laten het afweten. Die werken niet mee, die werken eigenlijk meer tegen. En omdat ze al die jaren al zo bespeeld is door de familie en door hem, ja, zijn ze bang, zijn ze gewoon hartstikke bang voor hem. En dat houdt ze tegen om te zeggen wat ze echt willen. Jij bent bang dat ze gersenspoeld zijn? Nou, ik weet zeker dat ze gersenspoeld zijn, ja. Of dat contact nou wel of niet goed komt, hè? Die 15 jaar, krijg je nooit meer terug. Nee. Nee, die is weg. Voor hun en voor mij. Ja. Ja. Dat geeft het gevoel dat er geen fair play is. Dat het niet openbaar en transparant gehandeld wordt. We hebben gewoon eigenlijk voor spek en bonen erbij gezeten. Dat is misschien... ja, precies. Ja. Dat hebben we ook heel vaak gezegd.
De afgelopen jaren was er nog een dalende lijn te zien in het aantal geheimverklaarde stukken in Noord-Holland. Maar nu puilen de bureauladers weer uit. In het jaar voor de verkiezingen hebben alle 48 gemeenten in Noord-Holland 938 documenten geheimverklaard. En dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Ja, kijk, je moet heel erg oppassen met geheimhouding. Geheimhouding is heel gevaarlijk in de gemeentepolitiek. Wetenschapper Geert en Waling deed onderzoek naar de lokale politiek. Hij ziet dat overheden stukken te snel en om verkeerde redenen geheim verklaren. Ja, het liefst zoveel mogelijk in de openbaarheid, want dat is toch wel democratie. Het wordt ook heel vaak gebruikt om raadsleden buitenspel te zetten. En laten we vooral kijken naar transparantie, laten we kijken naar herkenbaarheid van politiek in de democratie en naar het eigenaarschap van de burger. En dat is wat wij in ons boek ook heel erg bepleiten. Van geef de gemeente terug aan de burger, zorg dat er weer een eigenaarschap gevoeld wordt van dit is ons lokale bestuur en wij zijn hier onderdeel van. En dat ging mis in Alkmaar. Daar hield het college van BMW afspraken met het Noordwestziekenhuis en andere informatie geheim voor de gemeenteraad en belanghebbenden. Manon van den Nes, bewoonster van de Metiusgracht naast het ziekenhuis in De Hout, voelt zich als burger buitengesloten door haar eigen stadsbestuur. Het is natuurlijk wel zo dat als je niet transparant bent als overheid, dat en burgers krijgen dat achteraf in de gaten, dat je niet heel betrouwbaar overkomt. Deze geheime informatie kwam pas naar buiten na een WOP-verzoek. Uit de stukken blijkt dat Alkmaar verzoeken van belanghebbenden en van het ziekenhuis naar zich neer heeft gelegd. Ze wilden uitstel, maar de gemeente had een verborgen agenda, zo blijkt uit de stukken. Ten koste van haar eigen inwoners. Ja, de gemeente heeft het ziekenhuis behouden voor Alkmaar. En dat is natuurlijk heel mooi om de verkiezingen mee in te gaan. Dat is een slechte zaak, vind ik, voor de burgerparticipatie. Want ik vind dat BMW's of gemeenteraden transparant moeten werken. En door dit soort dingen, bijvoorbeeld overeenkomsten te sluiten met ziekenhuizen of met bedrijven en dergelijke, haal je ook die hele inspraak eigenlijk weg. En dat vind ik geen goede zaak. Van die transparantie heeft de Bloemendaalse raadslid Marilies Roos haar levenswerk gemaakt. Zij heeft, volgens haar onterecht geheimverklaarde stukken, bewust openbaar gemaakt. Zij vindt dat deze stukken niet geheim hadden mogen zijn. Ze is veroordeeld door de strafrechter en volgende week dient het hoger beroep. Ja, op dit moment bevinden zich stukken hier in het gemeentehuis die voor mijn strafzaken ontlastend zijn. Maar ik heb geen recht op die stukken omdat de burgemeester ze weigert te verstrekken. Dat betekent dus dat ik ze niet kan inbrengen en mijzelf niet kan vrijpleiten als ik straks voor het strafhof in Amsterdam sta. Maar in zijn algemeenheid betekent het dat volksvertegenwoordigers geen controle meer kunnen uitvoeren of uitoefenen op datgene wat geheim is verklaard. En naarmate er meer geheim verklaard wordt, is er geheim bestuur in Nederland in plaats van openbaar bestuur. En geheim bestuur ondermijnt onze democratische rechtsstaat in de wortel. In de kiem smoor je dan democratie. Zaterdag de laatste aflevering in deze serie. Wat doe je als je de politiek niet meer vertrouwt? Dan neem je het heft zelf in handen. Fijne dag weer.